In Brunsum vindt dit weekend de 16e editie van de Oktoberfeesten plaats. Nadat er in de afgelopen weken onder andere in Sittard al grote feesten werden georganiseerd, zou je misschien verwachten dat de animo een beetje afzwakt. Nee, in tegendeel denk ik zelfs. In het verleden hebben we al een keer voor Sittard gezeten. En dan waren de bezoekersaantallen een stuk lager dan gebruikelijk. En als we dit jaar bekijken, we hebben meer kaarten dan vorig jaar verkocht. En we zitten dus na Sittard, dus het maakt denk ik niet zoveel uit. Is dat een bewuste keuze, de datum dat jullie prikken? Ja, eigenlijk eind oktober. Het laatste weekend pakken we eigenlijk altijd. Omdat meestal zijn de feesten dan allemaal voorbij. Want ja, tegenwoordig zijn overal oktoberfeesten. En eind oktober zijn de meeste feesten al geweest. Is het zo dat, ik maak even de vergelijking met Sittard, dat is misschien niet helemaal eerlijk, maar Sittard heeft een kermis erbij en een totaal randprogramma. Is dat nooit in jullie opgekomen om zoiets hier te doen? Oh ja, zeker. Voordat we begonnen, dus was nog voor Sittard, hebben die vraag al gesteld. En we hebben in 2007 en 2010 uit mijn hoofd, hebben we het ook al bij de gemeente voorgelegd, maar dat is eigenlijk onbespreekbaar. Helaas. Waarom is dat onbespreekbaar dan? Nou, dit plein zou dan helemaal bezet moeten zijn en de kermis past niet eens op dit plein. Dus dan zou je nog een plein of straat zou je attracties moeten zetten. Ja, dan heb je het grote deel van het centrum afgesloten en ja, dat gaat gewoon niet. En dan gaan ondernemers komen in opstand. Dus dat is gewoon niet realistisch, zo eerlijk moeten we zijn. Maar goed, de parade heeft ook natuurlijk een groot feest waar de verschillende pleinen en verschillende plekken gehouden wordt. Een optie voor jullie zou ook kunnen zijn, het Vijverpark natuurlijk. Hebben we 1 jaar gezeten en dat was ons meest dramatische jaar. Er zijn er geen voorzieningen, omwonenden zijn er niet blij mee. En op dit plein is eigenlijk een ideale locatie. Het lijkt er soms op of het niet zoveel uitmaakt welke artiesten geprogrammeerd staan, als er maar gefeest kan worden. Op vrijdag maakt het wat minder uit. We zien dat we op vrijdag heel veel mensen uit de regio hebben. En als je een bekende naam ziet, we hebben dit jaar bijvoorbeeld Marleen Rutte, ja, dat kennen veel mensen wel. Oh, die kennen we wel. En de mensen weten inmiddels wel dat we vrijdag altijd een heel leuk, breed après-ski programma hebben. En op zaterdag zondag hebben we wel echt een naam uit Oostenrijk. En dan zie je ook echt de Oostenrijk-liefhebbers op het feest afkomen. Loopt die muziek ook niet een beetje door elkaar? Après-ski muziek, je hebt de Mallorca-hits, je hebt de Oostenrijkse muziek, de wat we nu hebben, de Oktoberfeesten. Lijkt allemaal een beetje op elkaar, hè? Ja, ligt eraan welke artiest je neerzet. We hebben bijvoorbeeld op vrijdagavond het Siedertal Mander, die past prima naar après-ski stemming. Die maken echt feestmuziek, die doen ook inderdaad wat van die brede Mallorca-hits tussendoor. Maar een Oersprongboom op vrijdagavond zal het helemaal niet vallen. Die hebben echt die traditionele Oostenrijkse muziek. Welke muziek bevat nou het beste hier voor de mensen? Het ligt aan welke dag je gaat. Op vrijdag moet je dus inderdaad echt met die après-ski muziek komen. En op zaterdag moet je echt de wat meer traditionelere muziek hebben. Hoe zoeken jullie de artiesten uit? Je bent zelf Oostenrijk-kenner natuurlijk, je gaat er wat naartoe. Bekijk je daar bands? Zoek je wel eens andere bands? Hoe gaat dat zo werk? Mijn vader gaat regelmatig naar Oostenrijk en dan gaat hij inderdaad naar bands kijken. En dit jaar bijvoorbeeld is hij geweest, heeft hij een nieuw bandje gezien. En die hebben dan volgend jaar bijvoorbeeld gecontracteerd. Dus we gaan inderdaad zelf de bands bekijken. Hoe zie je de toekomst van het Oktoberfeest in Brunsum? Ik denk dat we gewoon zo stabiel blijven. We hebben al eigenlijk 4 jaar op rij hebben ongeveer een gelijk aantal bezoekersaantallen. Er zit echt maar 180 kaarten verschil in over het hele weekend. Dus we zijn eigenlijk vrij stabiel. En ik vind dat eigenlijk wel best. We kunnen nog een klein beetje groeien. Dat vind ik niet erg. Maar het moet ook niet te groot worden. Lijkt er ook op alsof het paviljoen steeds mooier wordt aangekleed? Ja, we proberen ieder jaar natuurlijk wel een beetje nieuwe dingetjes te verzinnen. Om het toch, ja, toch de verrassingselementen een beetje groter te houden. Zodat het paviljoen inderdaad steeds wat fraaier gaat uitzien.